Het grote moment is eindelijk daar. 15 jaar al is campuslandschap bezig met het Hof ter Laken. Enkele jaren geleden sprong een koopovereenkomst op het nippertje af. Maar nu zijn de violen tussen de familie en de nieuwe eigenaars toch gestemd. Campuslandschap betaalt 3,7 miljoen euro. We hebben 30 hectare aangekocht of in erfpacht genomen met campuslandschap en de gemeente. Waar campuslandschap 70% en de gemeente 30% van in eigendom heeft. Die eigendom is niet alleen het kasteel, maar ook de zogenaamde remise. Een groep van stallen, bakhuis en woongedeelte met een binnenplein. Ooit werd hier een deel van Paliter opgenomen. En mits grondige renovatie zijn deze gebouwen een echte troef. Horeca, wonen of ambacht kunnen hier allemaal. Het is een parelstukje wat bewaard is. Het is erfgoed dat natuurlijk ook vandaag klaar moet gemaakt worden om terug een functie te kunnen innemen in het geheel, een economische functie. Dus we weten dat er al heel wat partners hun bereidheid verklaard hebben om een actieplan neer te leggen. Dat zullen we ook openschrijven, zodanig dat voorstellen voor de invulling van dit domein heel welkom zijn. Maar eerst wil Campuslandschap het domein zelf al openstellen. Tegen het einde van het jaar hopen ze hier wandelpaden te maken, snoeiwerken te doen en zitbanken te zetten. Het bosdomein telt prachtige grote bomen en heel wat verborgen parels, zoals de boomgaard. Die laatste moet heel snel een echte ontmoetingsplek worden. Het spreekt voor zich, een prachtige open ruimte in een bosrijk gebied. Zuidelijk, de zon staat erop. Prachtige muur, moet u inbeelden. Een prachtig bankje erbij. Misschien wel een wijntje, wie weet wel. En dan is dat hier toch gewoon genieten. En ik denk dat heel veel mensen gewoon eens kunnen genieten van de rust en de prachtige landschap. En daar doen we het als campuslandschap voor, denk ik.